Ik wil naar huis. Ik wil deze cave niet meer. Deze cave is eng. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we dieper gegaan in de Hall of Heroes. Ik weet echt niet meer hoe dat heet. Elke keer vergeet ik de naam, ik kan er niks aan doen. Sorry. Hall of Heroes, niet Hall. Hall. Nou, in ieder geval, we hebben dus in de vorige aflevering een zware baas verslagen. En oh, we hebben weer een peaceful momentje. Sublevel 8, peaceful. Goed zo. Oké, daar hebben we vrede mee. Laten we nog even wat rode erbij pakken. Oh, wacht eventjes. Nee, we waren een bepaalde kleur kwijt. Volgens mij waren we een gele kwijt. Even kijken. We hebben 1 witte zijn we kwijtgeraakt. 1 gele zijn we kwijtgeraakt. Oké, dus dan moeten we weer eventjes een gele erbij maken. Geel. En moet je nou eens opletten hoe simpel dat dit kan gaan. Nou weet ik uit ervaring bij de vorige Happy Place. Waarom krijg ik er geen 2? Waarom krijg ik er nou geen 3? Oké, we gaan ook nog eens een keer meedoen. Nou weet ik uit ervaring dat hier van die poison beesten zitten. Dit kan problematisch worden. Ondanks dat het peaceful is. Weet ik dat hier van die poison beesten kunnen zitten. Ja hoor. Oké. Concentratie. Oh, ze zitten 2 naast elkaar. Waar zijn ze? Daar. Oké, ik heb ze helaas niet helemaal volledig kunnen krijgen. En we zijn 1 Pikmin weer kwijtgeraakt aan poi... Hallo! Geen wonder dat ik die 2 net niet kon krijgen. Val aan. We krijgen allrounders! Dat is jammer dat ik nou die ene... Even kijken, welke kleur was dat die ik nou kwijt ben geraakt? Rode ben ik kwijtgeraakt. Aan poison. Dat is vervelend. Maar ja, we hebben wel 4 purple potions ernaarbij. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Oké, laten we hier eventjes gelijk de glitch doen. Ik moet mijn timer wel aanzetten, anders weet ik niet hoe lang ik aan het opnemen ben. Ik wist dat hier de paarse, of ja, de poison zouden zitten. Dus het liefste zou ik eigenlijk rond al willen lopen met. Maar we zouden hier dus 8 potions kunnen krijgen. We hebben er maar 4. Maar dat maakt niet echt zoveel uit. Vergeet niet, 1 druppel, dan maken wij gewoon 2 druppels van. Tenminste, als ik het niet fout doe. Nogmaals, het zijn lifesavers, dus... Oké, nou eventjes alles eventjes een bloemetje geven. Ook onze nieuwe, hoe noemden we ze de vorige keer? Kevin, geloof ik. Weet ik niet zeker. Mijn excuses als ik vergeten ben. We kunnen weer ontsnappen, maar dat gaan we niet doen. We kunnen kleuren veranderen, maar dat gaan we ook niet doen. We hebben 1 pelletpozie en daar krijgen we maar eentje uit, omdat er dus zeg maar zo'n beest rondliep. Maar maakt niet uit. Goed. We gaan gewoon dieper. Ik heb er een goed vertrouwen in. Ik vertrouw op mezelf. Nou ja, eigenlijk meer op mijn Pikmin dan op mezelf. Want als ik op mezelf vertrouw, dan gaat het eigenlijk hartstikke fout. Oh boy. Ik hoor... Oh boy. Oké, die moet zo snel mogelijk uitgeschakeld worden. Daarvoor hebben we die purple potion. Oké, die muur even gelijk opengooien. Hij maakt hier een andere gelijk wakker. Kijk uit. Komt hij aan. Maak hem af. Oké, hij komt. Hij komt. Komt hij nou deze kant op? Want dat is wel de bedoeling. Ja. Oké, daar is hij. Kom maar, jongen. De makkelijkste manier om jou te verslaan. Burp. Goed zo. Aangezien dat jij nog niet eens dood kan gaan fatsoenlijk. Want als jij dood gaat, dan kom je weer langzaam tot leven. Oké, Attack Team Delta.
Bulborb Team Kill. We gaan je nodig hebben. Oké, nou, eerst eventjes die kleintjes hier even aanpakken nog. Oké, dit is concentratie. Oké, terug. Maak hem niet wakker. Maak hem pas wakker als we hem aanvallen! Juist. Oké. Oh, daar hebben we een Fiery. Oh, daar hebben we ook de potions eigenlijk voor nodig. Zoals een Purple Potion. Denk je dat het spel vriendelijk is door je Purple Potions te geven? Mag je ze ook weer inleveren? Oh, we hebben hier echt alle vormen van de Bulbears. Van de Bulb-familie. Ach ja, gooi er gewoon wat Pikmin achterop. Hoe meer we killen, hoe blijer dat ik ben. Kill. Alleen die andere, die moeten we met rood doen. En daar maak ik me eigenlijk toch best wel zorgen over. Nee, we hebben best wel veel rode. Of we kunnen hem negeren. We kunnen die potion besparen. Of natuurlijk heeft dat ding... Nee, dat ding heeft de tracer in zich. Oké, jullie maken alvast eventjes deze poort open. Dan gaan we met team rood gaan we hem proberen aan te vallen. Ik ga er gewoon een rood potion op gooien. Ik ga gewoon een purple potion erop gooien. Ik haat die beesten. Ze zijn niet mijn nummer 1 vijand waarvan ik een hekel heb. Maar ik haat die beesten zo erg omdat je ze alleen maar aan kan vallen met rode Pikmin. Oké, nou. Zo. Onderop gooien. Burp. Oké. Waarom maak ik me zorgen? Volgens mij had ik die purple potion nog niet eens nodig. Jongens. Geen glitch, hè? Daar gaan we niet mee beginnen. Help ook eens even mee. Nee, niet weglopen. Meehelpen. Ja, duw dat ding even aan de kant. Hoppakee. Meehelpen. Nee! Hallo! Daaraan meehelpen. Jongen, jongen, jongen. Alles moet je eens uitleggen hier tegenwoordig. Oké, ligt hier nou nog ergens in een treasure of is het weer één treasure? Serieus, we zitten op sublevel 9 en we hebben pas 7 treasures gevonden. Hier word ik chagrijnig van. Ik heb echt geen zin om deze hele dungeon weer opnieuw te moeten gaan. Jongens, geen glitch. Tenzij dat de laatste vloer of zoiets in één keer van 3 treasures heeft of zo. Dat zou wel lief zijn. Iets met nuts. Ik zag nuts staan. Ja hoor. Water chestnuts. Patience tester. Ja, dat kost nog wel tijd om die dingen te openen. Dat klopt. Weer één treasure. Weer één cave. Weer zoveel vijanden. Ik word hier zo moe van, jongens. Geef nou gewoon eens in een keer wat meer. Ik weet dat dit een van de laatste caves is. Maar kom op, dit wordt eentonig. Zoveel moeite voor een treasure. Maak er dan iets speciaals van. Goed. Oh boy. Ik zie al wat hier de bedoeling van. Oh. Je hebt een treasure bij je. Je hebt een treasure bij je. Oké, nou, jullie hebben in de comments hebben jullie mij verteld dat er een trucje was om deze dus heel erg makkelijk te verslaan. En dat is tot voordat hij zeg maar naar boven te komt. En gelijk zoveel mogelijk paarse op te gooien. Dus laten we het proberen. Oké, erop gooien. Oké, nou, dat heeft best wel veel schade gedaan. Oh, hij komt deze kant op. Ga weer terug de grond in. Best wel veel schade gedaan, dus op zich inderdaad niet verkeerd. Als hij nou weer terug de grond in wil gaan. Hebben we daar nog een... Oh, hij is wakker. Is hij allemaal weer terug de grond in? Nee. Moet hij mijn kant op? Is hij weer terug de grond in? Nee. Oh, je ziet me niet. Ik maak me zorgen nu. Maar gaan ze niet meer terug de grond in als ze eenmaal wakker zijn. Oh jawel, dat doen ze dus wel. Hé, hey, die ene is terug de grond in, dan kan ik hij dat ook. Oké, nou misschien kunnen we die andere alvast wat schade extra toedoen. Oké, hij is terug de grond in. Kom op. Zo, dat werkt goed. Jullie zijn geweldig, jongens. Oké, nou, dan gaan we dat ook bij deze doen.
Oké, terugfluiten. Oeh. Dat was één. Oh, geel. Oké, even alles terugroepen. We komen nu weer terug tot leven, hè? Goed zo. Dan raden ook weer één treasure. Oh, hallo! Is hij weer terug de grond in? Nee, nog niet. Nee, niet dingen terugdragen. Ik serieus, een hele levensmoe of zo. Oké, witte hier. Ik weet dat ik heel erg stil ben, maar ik ben echt geconcentreerd bezig, jongens. Mijn excuses. Oh boy. Goed. Tech Team Delta. Zie je weer terug de grond in? Ah, hij gaat weer terug de grond in. Goed zo. Oké. Okay. Jongens, jullie zijn geweldig! Geen problemen meer met dat rotbeest. Met King Bulbear, hoe dat hij ook heet. Wow! Dat trucje had ik inderdaad eerder moeten weten, zeg. Jeetje. Oké, dan vraag ik me af, waar heeft hij gedropt? Duct tape? Oeh. Wat is daar? Nintendo blok. Treasured Gyro. Oh, dat is van Rob. Oh, nou, wat ik wel zo jammer vind is dat we dus maar weer één treasure hier vinden. En volgens mij waren we één Pikmin kwijt. Ja, één paarse waren we kwijtgeraakt volgens mij. Weet ik niet zeker. Bedoel, we hadden een de gele waren we kwijtgeraakt. Maar dan nog. Nou ja, we hebben in ieder geval weer een treasure gevonden. Hoe diep is deze cave? Als je mij gaat vertellen dat deze iets van 17 sublevels heeft, de hel. Oké, nou, waar komen we nou terecht? Oh, you gotta be kidding me. Team paars. Gelijk team paars. Oh boy, echt baas naar baas dit. Gewoon langslopen. Oké. Niet vergis. Oh, president die heeft al wel heel veel schade opgelopen op het moment. Oké, blijven slaan. Volgens mij was deze namelijk best wel pittig. Dit is namelijk Queen Bulbear versie de derde. En deze die heeft namelijk nog iets extra's. In plaats van dat ze alleen dus zeg maar van die kleine de hele tijd uitpoept, wat er nogal fout uitziet, heeft zij dus ook dat ze stenen kan gaan gooien. Tot als zij zeg maar op een neer aan het lopen is, tot er dan stenen zullen vallen. Dus, oké, nou, de muur is klaar. Oké, we gooien de Pikmin erop. Oké, dan wil je de Pikmin zo snel mogelijk terugblazen. En dan wil je hier veilig gaan staan. Want zoals je dus ziet, stenen vallen. Oké. Goed zo. Dit gaat goed zo. Dit gaat lekker. Nou, dit is gewoon repeat. Oh, pas op voor de stenen. Doe maar even een potion erop. Misschien kunnen jullie dan iets meer schade doen. Hebben we alles? We hebben alles. Oh, de president heeft best wel veel schade opgelopen op het moment al. Zie die stenen vallen zeg! Als ik niet beter wist zou ik denken dat je me dood wou hebben. Maar ja, wij willen jou ook dood hebben. Oh! Kom op, trek! Dat is wel heel gemeen. Sla hem op zijn bel. Het gaat niet zo goed met de president op het moment. We hebben hem al bijna. Misschien moeten ze eventjes van plaats wisselen. De president is in het geel op het moment. Dus het gaat niet echt goed met hem. Misschien een dokter even bellen of zo.
Oké. Oh. Nee, wel? Wel dus. Oké. Oh, hij is echt rood. Oké, de president gaat het nou niet echt goed mee. Dus daar moeten we mee uitkijken. Oké, nou, je bent bijna dood, jongen. Je bent er geweest. Wegwezen. Oké. Oeh. President, je hebt het goed gedaan, jongen. Oh, dan krijgen we dat belletje van... pas op, je Pikmin, die zei... Of je president, die is het aan het begeven. Ah, nou, weer één blokje, hè. En weer één zo'n ding. Ah, trouwens, neem dat ding ook mee. Waarom ook niet? Goed. Die twee liefs die mogen hier nog wel heel eventjes een bloemetje van maken. Dat verdient een bloemetje. Ik ben een beetje aan de stillere kant, merk ik aan mezelf. En heeft gewoon te maken, denk ik, met hoe lastig dat sommige vloeren wel niet zijn. En hoe... met planning we wel niet goed op moeten letten of alles wel goed gaat. Plus president is bijna neer. Germ, arm president. Oké, sublevel 12. Oh, hier kunnen we weer de Pikmin per ongeluk er vanaf gooien. Oké, er zit hier een vijand. Nee, ik ga niet met de president. Ik ga wel met Olimar. Anders wordt het schipje boos. Oké, overzichtig. Wat zit hier? Daar zit een uitgang. Daar zit een ei. Oh, hoi Flimbiddle. Heb jij een poosje voor mij? Moet heel voorzichtig wezen. Oh, jij hebt een poosje voor mij. Wat lief. Wacht eens eventjes. Zijn ze nou zo vriendelijk? Gewoon nog hier weer een rustmoment te geven. En zelfs nog een treasure erbovenop. Oké, wacht eventjes. Voordat ik dit eventjes verder uit ga pluizen. Ik weet dat we weer een potion hebben. Zit hier nog een flintbeetle? Oh! Hij is nog. Oeh. Heel veel potions. Daar ben ik blij om. Oké, kijk heel even waar in de ei zit, jongens. Heel even voorzichtig kijken. Nectar. Niet dat ik denk dat we nog nectar nodig zouden hebben, maar... even kijken, hoe zat ik nou met mijn team? Ja, Geel. Geel die heeft echt meer Pikmin nodig. Laten jullie heel even zien graven. Oh, golden! Golden! Oh, die had een gyro. Oké. President, jij wacht maar eventjes. Oké, nou, jullie kunnen even hier naartoe. Ik dacht dat hij misschien ook wel potions zou droppen. Maar helaas. Nou ja, helaas. Liggen er genoeg. Oké, even wachten tot hij geel wordt. En nu. Oké, we zitten weer op 100. Perfect. Oké, dat ding is ook alweer terug. We vinden nou heel erg veel van die gyro blocks. Hidden gyro block, Hubblepub gyro block, Nintendo block, Lost gyro block. Allemaal gyro blocks. Nou ja, deze vloer heb ik echt weinig problemen mee. Aangezien dat dit ervoor zorgt dat wij enorm snel door onze levels heen kunnen gaan. En gratis potions. Oh, niet. Wel voor zorgen dat president is bijna uitgeput. Die heeft het nodig. Nou ja, niet dat hij het nodig heeft. Het is meer voor de Pikmin, maar... het werkt, dat is het belangrijkste. Oké, nou, jij gaat eventjes hier staan. Laten we het even op een makkelijke manier doen. Oké, geen Pikmin bij ons, dat is alleen maar gunstig. Oké, ik hoef jou alleen maar een klein tikje te geven nu. Kom op. Hoort zo. Qua potions zitten we nou best wel weer goed. Dus ik heb wel vertrouwen in deze...
cave. Alleen ja, de president die ligt op instorten. Dus we willen niet dat deze cave in één keer eindigt. Want we zijn best wel diep al, dus. Oké, hij is... Oké, goed zo. 7 purple en weer genoeg red purple. Oké, ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Nou, jongens, jullie nemen dat heel even mee. Ik dacht dat daar een hele interesse op begraven zat, maar dat zat daar dus niet. Volgens mij waren die twee ook al flowers. Ja, die zijn ook al flowers. Wat zijn die andere 10? Hebben we daar ook allemaal flowers? Even kijken. Volgens mij wel. Ja, ze zijn allemaal flowers. Oké. Laten we nog één vloertje doen. Vooruit dan. We hebben nog de tijd. Laten we nog een vloertje doen. Wel lief dat ze nou eigenlijk zo'n safe zone eigenlijk zeggen van... Nou, weet je wat? Hier heb je ook een dinges. Je weet wel, een momentje. Doe natuurlijk treasures, maar ik kon niet op het woord komen. Oké. Volgens mij is dit ook weer een baas met water eromheen. En volgens mij moeten we dit doen met blauwe Pikmin. Yep, dit moeten we gaan doen met blauwe Pikmin. Oké, nou dit is eigenlijk heel erg simpel om hier je Pikmin veilig te houden. Wat je wilt doen is hier je Pikmin achter te zetten. En je blauwe Pikmin mee te nemen, omdat hij zit namelijk in het water verborgen. Wacht eventjes, want we hebben namelijk een extra allrounder. Die kan tegen... alles. Jongens, waarom is het elke keer de Pikmin die ik nodig heb dat jullie die zo moeilijk voor mij neer gaan zetten? Zo niet lief. Dan maar zo. Heb ik er 20 blauwe? Ik heb er 20 blauwe, oké. Nou, die 19 witte, die wil ik niet hebben. Ik wil jou. Wacht, ken ik jou gewoon zo? Nee, dat ken ik niet. Oh, for fuck's sake, man! Weet je wat we doen? We gaan gewoon hier zo... Yep, oké. Okay. Hier weer tegen de muur aangeknald, hè. Oké, ik wil jullie. Oké. Heb ik nou... 3 witte. Oké, nu heb ik wat ik wil hebben. Goed zo. Jongen, jongen. Sorteren van Pikmin. Nog nooit zo moeilijk geweest. Oké, nou, we gaan hier achter deze muur staan. Daar staan we veilig. We gaan dus een focus. Even kijken, wat wordt onze veiligheidsmuur? Deze muur. Het zijn allemaal flowers, dus... wat wordt onze safety muur? We kunnen ook hier achter staan. Dat is wel heel erg klein. Ik denk dat dat onze safety muur tot dat het beste is. Oké. Word maar wakker. Hallo. Ik weet nou niet of ik gelijk begin met schieten, want ik weet dat je wil wachten totdat hij klaar is met schieten. Ja, hij gaat in schieten. Oh! Oké, die pakte me nogal bij verrassing. Er is het nadeel wel dat we blauwe niet zo hoog kunnen gooien, maar op zich is dat niet zo'n probleem. Oké, hij gaat weer schieten. Van achter de muur. Nou ja, die muur was eigenlijk onze bedoeling, maar dat maakt niet echt zo uit. Oké, is weer klaar. Wachten tot het stil staat. Oké, gaat goed. Just repeat after me. Altijd achter een muurtje staan. Dat is het veiligste van allemaal. Oké, ben je weer klaar? Arme jij. Oké, kun je misschien eventjes laag hangen? Is 1 opeens. Altijd wachten totdat hij zeg maar eventjes stil gaat staan. Dan is het het makkelijkste om bovenop hem te gooien. Joehoe. We zijn er toch leuk bezig. Het is zeker heel erg leuk op feesten en partijen. Nou, misschien is het wel handig om eventjes hier dadelijk een red potion op te gooien. Misschien dat dan iets sneller zou gaan. Ik vind het wel leuk hoe dat hij nou eigenlijk in de wilde weg is hier. Want, we zijn ze gebleven. Ik zal ze pakken. Oké, red potion erop. Hij is klaar met schieten. Kijk, het gaat al een stuk sneller. Oh. Verzamelen jongens. Oh, snijkvogels. Oh, die zit daar vast. Hij heeft het naverteld! Wat een troeper!
Kom op. Doom damage, doom damage, doom damage. Goed zo. Oké, terug. Kom op, achter de muur. Ah, wel willen jullie nog een potion? Van mij mag het. Van mij mogen jullie nog een red potion. Ik bedoel, zoveel gebruik ik die red potions nou ook weer niet. En ze zijn eigenlijk best wel goed. Dus wij hebben hem. Ja hoor. Eén blauwe Pikmin vanwege onwetendheid. Dat is niet echt verkeerd. Ik ben hier echt tevreden over. Dit is gunstig. Nou, weer zo'n Gyro-blok. Heeft heel veel Gyro-bloks. Wel weer helaas één treasure, maar dat valt mee te leven. Oké, we gaan hier alvast even hier staan. Memorable Gyro Block. Serieus, hoeveel verschillende heb je wel niet? Was dat alles? Dat was alles. Oké, eventjes wel zorgen dat ik die kant op gericht sta. Oké. Ik denk dat ik het daarbij ga laten bij deze aflevering. Dus, heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je er tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar tijd voor hebt. En in de volgende aflevering gaan we verder met sublevel 14. Waarschijnlijk ook de laatste aflevering van deze cave. Want het is natuurlijk een hele moeilijke cave. De cave zal anders gerenderd worden aangezien dat ik nu toch heel eventjes moet stoppen met deze opnames. En waterhazards en noem maar op. Dus ja, ik dank jullie voor het kijken. Ik stop deze aflevering hier nog. Niet zoals in die... Geen explosie? Nee? Niks? Oké. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!